Hallo allemaal, vandaag is de dag van de muziek. Ja, en we hebben in het verleden al verschillende muziekinstrumenten gespeeld. Getekend. Muziek. Wat voor tekening kunnen we daar nou bij maken? Laten we maar gewoon gaan tekenen en we zien het wel. Muziek. Ik hou veel van muziek. Allerlei genres. En ik heb best wel een aantal Spotify-lijsten gemaakt. Ik speel zelf ook nog in een bandje. Saxofoon, zang, percussie. Noem maar op. Maar laten we het nou eens tekenen. Muziek. Doe je mee? Ja, muziek. We gaan daarbij tekenen. We hebben natuurlijk de 17e september hebben we al country muziek gehad. Dus dan hebben we allemaal muziekinstrumenten getekend die bij country hoorden. Muziek. Nou ja, je kan natuurlijk inderdaad muziekinstrumenten tekenen, maar we kunnen ook eens eventjes zo'n notenbalk tekenen. En laten we eens beginnen met die G-sleutel. Hoe ziet die eruit? Die ziet er dus zo uit. En, ja, hij begint hier, zeg maar. En welke lijn begint hij dan? Welke lijn is dat? Ja, de G is, zegt het al, het is de G-sleutel. En de G, kijk, zo'n notenbalk bestaat uit 5 lijnen. Die moeten wel evenwijdig aan elkaar zijn, Maarten. Zijn het de 5? Ja, het zijn de 5. En dit is de G-lijn. Hier staat de G op. Even een noot opzetten. Zo. Dat is dan de G. Noten. Ik heb ze leren lezen op de muziekschool vroeger. Ik moest verplicht naar de muziekschool van mijn ouders. Hier zit de D. D, E, F. En dan is dit de G. Zie, ze vallen erop of ertussen, tussen de lijnen. D, E, F, G. En denk je misschien dan, dan is de volgende H. Nee, het is niet alfabetisch. Een stukje maar. Dit ziet er helemaal niet uit, de lijnen nu. Maar goed, dan krijgen we namens hier de A. A. En dan is dit de B. En is dit weer, is dit de C. En dan hebben we hier weer de D. Zo, en zo loopt dat zeg maar op. C, D. En dan krijgen we weer de E. Dus dit is weer de E. En de bovenste lijn is de F. Ja, en dan door naar boven is dan natuurlijk weer de G en de A. Want je kan ook boven de lijnen en onder de lijnen gaan. Hè? Want de C hier, die zit zeg maar hier. En die wordt dan meestal zo afgebeeld. Zo, een lijntje er doorheen. Dus alles wat erboven komt, heeft dan ook een lijntje. Goed, nou, dan heb je nog een noot kan 1 tel duren. Dat kan iets langer duren. Duurt u wat langer. Zo houdt de noot aan. Zijn ze met elkaar verbonden. Door middel van een vlaggetje. Je hebt nog rusttekens in de muziek. Die heb je ook, zijn ook verschillende van. Dit bijvoorbeeld is een rustteken. Je kan ook nog een noot hebben dat hij een halve noot hoger klinkt. Dus zeg G. En als je er dan een hekje bij zet, dan is het een gies. Of bij de F, dan is het een vies. Nou, zit ik heel klein te tekenen. Dat slaat eigenlijk nergens op. Dus als er zo staat en dan zo, dan is dat een vies. Het kan ook nog een halve noot naar beneden zijn. Dan zit ik even te denken hoe je dat ook weer werd afgebeeld of uitgebeeld. Als het een als er een mol in zat. Ja, dat noemen ze dan mollen. Het is ook raar, hè? Een mol in zat. Nou, meestal staat dit er dan hier niet bij, maar dan staat het hier in de notenbalk erbij. Dus dan staat er hier vies. Op die bovenste lijn staat er dan een kruis. En dan is meestal de G. Of nee, de C is dan ook vaak een cis dan. Nou, dan staat hij hier.
Nou goed, het is een notenbalk. Muziek, muziek, muziek. Maar muziek willen we natuurlijk graag horen. Nou, daar heb ik een speaker voor hem tekenen, zo. Is dit dan een goede speaker? Nou, ik vind het niet. De speaker moet zo'n... Lijkt dit nou op een speaker? Nee, ik vind het niet, geen goede afbeelding van een speaker. Nou ja. LP? Kennen we dat nog? Het is nu weer een beetje in opkomst, hè, LP. Nou, zo is het bijna aan een CD, compact disc. Ja, speaker. Ik denk, ik teken even een speaker zo uit mijn hoofd. Maar dat is nog niet zo eenvoudig. Een speaker. Ja, koptelefoon kan natuurlijk. Hè? Heel veel andere mensen geen last van je. Met van je muziek. Als je dat dan netjes op een koptelefoon doet zo. Zo. Hoppakee. Een stukje. Zo, en tegenwoordig zijn die ook weer draadloos. Hè. Vroeger zat er al een irritante draad aan. Nog wat dingetjes om ze te verschuiven. Soms ook nog een manier om ze in te klappen, zo'n koptelefoon. Nou, als je daar de nootjes zo bij tekent, en dan heb je al gelijk het idee van, oh, er komt muziek uit die koptelefoon. Ja, ik ben nog steeds tussendoor eventjes op zoek naar die speaker. Hoe ziet een speaker er ook alweer uit? Nou, misschien moet je dat zelf dan even opzoeken en die proberen na te tekenen. Speaker. Ja, het is toch raar dat je dat dan niet wordt afgebeeld, hè? Ik ga nog gewoon nog een poging wagen. Eigenlijk is het daar toch een rondje. Met daarin ook een rondje. Zo. Dat is zo. Ik weet niet of dat zo een beetje duidelijk is, dat dit een speaker is. Want hierachter zit dan meestal zo'n joekel van een magneet. Zo. Dit gaat dan een beetje op en neer als er veel muziek is, hè? Zo. Het trilt dan een beetje. Hop. Komt die muziek eruit zo. Nou. Ik denk echt dat je zelf even op zoek moet naar een speaker. Want het is niet duidelijk weergegeven, zo'n speaker. Ja, wat kunnen we nog meer tekenen bij muziek? Goed. Een goede vraag. Wat kunnen we nog meer tekenen bij muziek? Ja, radio zou je kunnen doen, een microfoon misschien, om zelf muziek op te nemen. Oh ja, misschien een radiogolfer. Nou, dat is eigenlijk makkelijk. Je trekt een lijntje en daar zet je streepjes tussen, zo. En dan heb je eigenlijk een beetje de frequentie zo van muziek, geluid. Geluidsgolven noemen ze het ook wel, hè? Zo. Harder is of zachter. Nou, eigenlijk heel simpel weer te geven. Ja. Muziek, het wordt inderdaad gewoon het meeste afgebeeld door noten. Je kan die notenbalk natuurlijk ook gewoon swingend maken. Om die lijnen te laten bewegen. Dan weer die G-sleutel erop. Zo. En wat nootjes erop te tekenen. Vlaggetje eraan. Maakt het wat ook wel vrolijk. Zo. En dan heb je een speelse muziekbalk, zeg maar.
Goed, ik zou zeggen, ga zelf ook aan de slag met muziek. Misschien heb je een heel ander idee bij muziek om daar iets mee te tekenen. En dan zie ik jullie morgen in de volgende video. Tot morgen!